Wouter van Bezien van Groen is komen aanschuiven. Dag, meneer Van Bezien. Goedendag. De afgelopen dagen, afgelopen weken, leek het of iedereen het roerend over één was. Het werkt, dat aanmeldingssysteem. Alle kinderen, of toch het grootste deel van die kinderen, hebben een plek in het secundair onderwijs. Iedereen blij. Dan zou je denken, ja, de kous is af. Maar u vindt het toch nodig om nog een vraag te stellen in het parlement. Ja, ik niet alleen. Eigenlijk is iedereen in Antwerpen het erover eens dat hoe het in Antwerpen gelopen is de voorbije maanden eigenlijk geen positieve ervaring is. Maar het eindresultaat was wel goed. Wel, het eindresultaat is dat we op dit moment met een 100-tal kinderen zijn die nog geen school naar keuze hebben. En dat is niet zoveel. Dat is heel erg voor die 100 kinderen, voor die 100 kinderen bedoel ik. En daar zal en daar moet nog een oplossing voor gezocht worden. Het overgrote deel heeft nu een school. Maar de manier waarop het georganiseerd is geweest, namelijk in Antwerpen hebben we een soort mossel-nog-vis systeem. Dat wil zeggen dat er een centraal register is waar je kan aanmelden voor de meeste scholen. Maar er is ook nog een deel van de middelbare scholen die daar niet wil aan meedoen. En als je daar wil naar school gaan, moet je aanschuiven en vaak kamperen daarmee. Ja. Dat de kampeerscholen genoemd worden. En sommige ouders hebben de beide gedaan. Ja, er zijn er heel wat die, omdat je natuurlijk nooit zeker bent of dat het ene of het andere systeem je succes zal opleveren. Dus hebben zich aangemeld en hebben ook gekampeerd. Hebben zich wel aangemeld en wisten niet wat daar ging uitkomen en zijn dan nog eens gaan kamperen. Ja. En sowieso, voor dat kamperen, daar moeten we echt van af, omdat dat legt een enorme last, organisatielast op een gezin. Ja. En bovendien zie je dat daar toch een beetje een sociale drempel is. Gezinnen die minder sterk staan, die een minder goed netwerk hebben, die niet de mensen kunnen vragen om in hun plaats te gaan aanschuiven, bij wijze van spreken. Die geen scouts kunnen betalen om dat voor hen te zoiets, doen. Die hebben al helemaal geen kans in die school. Ja. Dus het zou veel eenvoudiger zijn, het zou veel eerlijker zijn, als er één systeem is waar alle scholen in Antwerpse regio aan meedoen. Maar goed, daar wordt aan toegevoegd, één systeem en ook één datum. Dat hangt met elkaar samen. Je zou het ook apart kunnen doen. Het zou wel een vooruitgang zijn, als we al naar één datum gaan. Zelfs al heb je nog verschillende systemen voor in te schrijven. Maar een nog veel beter systeem is iedereen in het centrale aanmeld en het centrale inschrijfsysteem. En dan heb je automatisch dezelfde datum waarop dat begint natuurlijk. Hoe gaan we dat organiseren in Brussel, waar de Vlaamse gemeenschap ook onderwijs organiseert? En waar mensen uit de rand misschien naartoe willen, of mensen uit Brussel naar de rand willen, hoe gaan we dat daar doen? Wel, het is een systeem dat moet aangepast worden. Ons voorstel is eigenlijk dat op regionale basis wordt georganiseerd. Dus dat we op Vlaams niveau via een decreet zeggen... Goed, zo'n decreet zal ook voor Brussel gelden. Zo'n decreet, dat is een moeilijke context, hè, daar. En daar moet dan ook met de lokale mensen in Brussel gezien worden hoe dat bij elkaar wordt georganiseerd. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld Gent, bijvoorbeeld Antwerpen, dan is dat niet zo moeilijk. En daar kan, dat hoeft niet binnen de grenzen van de stad te zijn, dat kan iets ruimer zijn, want je hebt natuurlijk scholen die net buiten de stad zijn, of scholen die aan de rand van, binnen de stad, maar aan de rand staan, die ook een aantrekkingskracht hebben voor leerlingen die dan van buiten of van binnen de stad komen. Dus de gebieden hertekenen in functie daarvan. Ja, je moet een logisch geheel pakken van scholen die op elkaar inspelen, waar dan leerlingen naar de een of andere school gaan. En dat zou ook in Brussel kunnen. En dat zou ook in Brussel kunnen. En daar moet je dan gaan ervoor zorgen dat alle scholen meedoen. Want dat is essentieel. Dat is en wat decretaal. We leren. En dat moet decretaal. En dat moet decretaal, zoals dat ook voor de lagere scholen liever wordt georganiseerd, moet dat ook voor de middelbare scholen zijn. Dat is een essentieel punt, dat alle scholen daaraan meedoen. Dat is de les die we leren nu. Goed, wat er in Antwerpen gebeurd is, dat er een deel van die scholen niet meedoen en dus dat het kamperen blijft, dat de onzekerheid toeneemt en dat je met een heel onduidelijk proces voor de ouders zit. Ik hoor de minister zeggen, parlement, decreten maken, dat kunnen jullie, doen jullie job. Ja, natuurlijk is dat zo, maar ik vind dat een minister ook haar standpunt moet bekendmaken. Ja. Dat heeft ze gedaan. En ze heeft eigenlijk gezegd, ik ben voor, maar er is in het parlement nog geen consensus. Er is in het parlement een meerderheid, alleen is er geen consensus met N-VA. En dus in plaats van een alternatieve meerderheid dan? Wel, een alternatieve meerderheid zou kunnen, maar dat is natuurlijk niet wat de minister bedoelt. De minister zegt niet, maak maar een alternatieve meerderheid aan het parlement. De minister zegt, ik zou het wel willen, maar ik kan het op dit moment niet, want de N-VA is tegen. En dan zeg ik, kijk, als jullie politieke spelletjes en partijpolitieke profilering niet op de kap van de kinderen, heb ik gehoord zeggen. Niet op de kap van de Antwerpse ouders en van de leerlingen die een school zoeken. Dat moet toch een fair en eerlijk en eenvoudig systeem kunnen zijn. Dat is duidelijk. Bedankt voor dit interview, Wouter van Bezien van Groen. Blijf nog bij ons, beste kijker. Na de onderbreking gaan we het hebben over de krapte op de arbeidsmarkt.